Als je je ooit hebt afgevraagd hoe groot hoorns kunnen worden, dan is de video van vandaag eentje die je niet mag missen. We kijken naar 10 dieren met de grootste hoorns in de wereld. Je zult versteld staan van de gigantische hoorns op nummer 1. 10. Geit met de grootste hoorns in de wereld. We starten deze video met een dier dat een wereldrecord heeft. Maak kennis met Rasputin de geit, die duidelijk is vernoemd naar de mystieke adviseur van de Russische tsaar Nicolaas II, Grigori Rasputin. De gelijkenissen tussen de twee is opmerkelijk. Beide hebben ze een angstaanjagende blik en een kenmerkend lange baard. Rasputin de geit is een Wallische geit of Walliser Schwarzhalsziege, zoals het dier in Zwitserland heet. Dit geitenras kun je onderscheiden aan de langharige vacht en de duidelijke scheiding van zwart en wit die ongeveer door het midden van het lichaam loopt. Maar dat is niet waarom Rasputin bekend is. In 2017 werd deze geit opgenomen in de Guinness World Records vanwege zijn exceptionele lange hoorns. De verbluffende afstand van punt tot punt is nu 135,2 centimeter lang. Zijn eigenaar, Martin Pirker, kocht Rasputin toen hij nog kleine hoorns had. Het dier ging opeens door een goede spurt heen met de extreem lange hoorns als gevolg. Momenteel woont Rasputin in Linz, Tirol in Oostenrijk met zijn lief Lily, ook een Wallische geit en hun zoon Lucky. Wie weet zal die ook zulke grote hoorns krijgen in de toekomst. 9. Markhoor. Een ander geitenras dat uitschiet boven de rest vanwege zijn aparte hoorns is de markhoor. Dit dier is de grootste wilde geit in de bovidfamilie van gehoornde dieren. Het wordt ook wel de schroefhoorngeit genoemd en komt uit de westelijke Himalaya. De naam markhoor is een samenstelling van het Perzische mar, slang en kor eten. Deze geit eet echter geen slangen, maar is een herbivoor zoals alle andere geiten. De naam slaat waarschijnlijk op de schroefvormige hoorns die wat aan kronkelende slangen doen denken. Markhoorns zijn berggeiten en kunnen tot 115 centimeter schofthoogte reiken. Ze zijn 186 centimeter lang en kunnen tot 110 kilogram wegen. De markhoor staat bekend om zijn lange, platte, spiraalvormig gedraaide hoorns. Bij mannetjes kunnen de hoorns een lengte van 160 centimeter bereiken. Dat is vergelijkbaar met de gemiddelde lengte van een tienerjongen van 14 jaar. De hoorns van de vrouwtjes zijn daarentegen iets korter en meten ongeveer 25,4 centimeter. De unieke hoorns van de markhoor maakt het dier helaas ook tot een doelwit voor trofeejagers. Hun hoorns zijn verder ook gewild voor het gebruik in de traditionele Aziatische geneeskunde. 8. Addax. Ik neem je nu mee naar de Sahara-woestijn om een dier te zien dat de addax heet. Dit dier is een antilope en wordt ook wel de Mendes-antilope genoemd. Sta je naast zo'n dier, dan meten de mannetjes 105 tot 115 centimeter tot de schoft, terwijl de vrouwtjes iets kleiner zijn, met een schofthoogte van 95 tot 110 centimeter. Het heeft doorgaans een licht gekleurde vacht. Deze hangt af van het seizoen. In de winter is de vacht grijzig-bruin van kleur, zomers zandgelig tot wit. De vachtkleur van deze woestijnantilopen verandert van kleur als een efficiënte methode om de lichaamstemperatuur op peil te houden. De addax wordt ook gekenmerkt door zijn lange spiraalvormige gedraaide hoorns die typisch 55 tot 80 centimeter lang worden bij de vrouwtjes en 70 tot 85 centimeter bij de mannetjes. Wat je ook moet weten van de addax is dat het een dier is dat wordt bedreigd met uitsterven. In het wild lopen er nog maar net een handjevol rond, terwijl er ongeveer maar 2000 exemplaren van deze soort worden gekweekt in dierentuinen en boerderijen. 7. Wilde waterbuffel. Je hebt vast wel ooit een foto gezien van een waterbuffel. De Bubalus arnei is een soort onder de waterbuffels uit Azië die opvalt en heeft zoals alle dieren op deze lijst ook enorme hoorns. De Bubalus arnei komt uit India, Nepal, Bhutan en Thailand. De gemiddelde spreiding van de hoorns is ongeveer 1 meter, maar een stier die werd geschoten in 1955 had hoorns van 4,24 meter gemeten van punt tot punt langs de buitenbocht over het voorhoofd. Helaas heb ik geen foto hiervan, maar wel deze foto die jou een beeld kan geven hoe enorm die hoorns waren. Dat is zeker indrukwekkend, maar eigenlijk niet zo vreemd aangezien wilde waterbuffels doorgaan erg grote dieren zijn. De kop tot lichaamslengte is 240 tot 300 centimeter met een 60 tot 100 centimeter lange staart en een schouderhoogte van 150 tot 190 centimeter. Het is groter en zwaarder dan de huiswaterbuffel en weegt 600 tot 1200 kilogram. De wilde waterbuffel heeft een asgrijze tot zwarte huid. 6. Capra ibex. De Capra ibex, ook wel alpensteenbok genoemd, is er ook eentje met hoorns om mee gezien te worden. De naam vertelt je al dat deze dieren voorkomen in de Europese Alpen en berggeiten zijn. Mannetjes groeien gewoonlijk tot een schofthoogte van 90 tot 101 centimeter met een lichaamslengte van 149 tot 171 centimeter en wegen 67 tot 117 kilogram.
De vrouwtjes zijn merkbaar kleiner. Met een schofthoogte van 73 tot 84 centimeter, een lichaamslengte van 121 tot 141 centimeter en een gewicht van 17 tot 32 kilogram. De hoorns van de Capra ibex zijn lang en naar achter gebogen en kunnen soms cirkelvormig gaan groeien. Hoewel zowel de mannelijke als vrouwelijke alpensteenbokken grote en naar achteren gebogen hoorns hebben met talrijke richels over hun lengte, zijn het de mannetjes die echter de opvallende grote hoorns dragen. Tijdens het paringsseizoen vechten mannetjes om toegang tot vrouwtjes en gebruiken ze hierbij hun lange hoorns. De hoorns van de mannetjes worden 69 tot 98 centimeter en zijn aanzienlijk groter dan die van de vrouwtjes, die slechts 18 tot 35 centimeter lengte bereiken. 5. Indische antilopen. Deze soort is de snelste antilopen van het Indische subcontinent. Hij komt voor in India en Nepal. Volwassen mannetjes hebben een zwart-witte kleur die heel anders is dan de roodachtig gele tint van onvolwassen mannetjes en vrouwtjes. Dit extreme contrast tussen man en vrouw wordt bij geen van de familieleden van de Indische antilopen aangetroffen. De zwarte kleur van mannelijke Indische antilopes vervaagt in de winter en wordt bijna bruin na de jaarlijkse ruiperiode. Zowel de mannetjes als vrouwtjes hebben witte vlekken rond hun ogen, op hun binnenpoten, mond, onderkant van hun buik en op de staart. Het meest opvallende kenmerk van deze antilopen zijn echter de lange, spiraalvormige hoorns van het volwassen mannetje die ribbels hebben van de basis tot bijna de toppen. Ze kunnen wel 51 tot 61 centimeter lang worden. De langste hoorns ooit gemeten zijn meer dan 71 centimeter. Vrouwtjes hebben geen hoorns. De mannetjes wegen gemiddeld 34 tot 45 kilogram en de vrouwtjes rond de 31 tot de 39 kilogram. Ze zijn iets kleiner dan de mannetjes. Deze antilope is een bedreigde diersoort en wordt beschermd. Jagen en stropen zijn verboden in India volgens Schedule 1 van de Wildlife Protection Act van 1972. 4. Indische neushoorn. Neushoorns kunnen één of twee hoorns hebben afhankelijk van de soort. De Indische neushoorn of panzerneushoorn kun je herkennen aan zijn lichaamsgrootte, grote kop, sterk ontwikkelde nekplooien en slechts twee huidplooien op de buik. De huid van de Indische neushoorn is grijsbruin van kleur. Gemiddeld kan het dier ongeveer 1,75 tot 2 meter hoog worden en heeft een gemiddeld gewicht van 1800 tot 2200 kilo. De staart is 70 tot 80 centimeter lang. De Indische neushoorn heeft ook één lange hoorn die ongeveer 60 centimeter in lengte wordt. De hoorn bestaat in tegenstelling tot andere soorten hoorns uit samengeklitte keratinevezels en niet uit hoornbeen. Helaas is de indrukwekkende hoorn van de Indische neushoorn ook de reden waarom er al eeuwenlang jacht wordt gemaakt op deze reuzen. Maar ook gewoon voor de sport wordt erop gejaagd. In het begin van de 19e eeuw werd de Indische neushoorn bijna met uitsterven bedreigd. De overgebleven dieren werden alleen aangetroffen in beschermde reservaten, waar momenteel onder toezicht van bepaalde organisaties populaties worden gekweekt om deze neushoorn uit de hun bedreigde status te brengen. 3. Ankole Watusi-os. Dit is Lurch. Hij is een Ankole Watusi-os, een ras dat bekend staat als het Vee der Koningen, vanwege hun gerespecteerde status onder Afrikaanse stammen. Het kenmerkende aan Watusi-runderen zijn hun enorme hoorns. De hoorns van Lurch heb je echter nooit van je leven gezien. Zijn hoorns zijn gigantisch en hebben een omtrek van bijna twee keer zo groot als de gemiddelde Watusi-hoorn omtrek van 46 tot 51 centimeter. De extra grote hoorns van Lurch hebben een omtrek van 95,3 centimeter. Met deze uitzonderlijke maat heeft hij het oude record van 79 centimeter weten te verslaan en heeft een titel verkregen in het Guinness Book of World Records. Van punt tot punt gemeten zijn de hoorns 213 centimeter lang en wegen ze elk ongeveer 45 kilogram. Ook groeien de hoorns van Lurch naar de zijkant in plaats van naar boven. Zijn eigenaar, Janice Wolf, heeft Lurch opgevoed sinds hij 5 weken oud was. Ze had nooit gedacht dat hij zulke grote hoorns zou hebben. Wolf was zelfs bang dat hij geen hoorns zou hebben. Deze laadbloeier heeft juist iedereen verrast met zijn kolossale hoorns. 2. Driehoornige koe. Van koeien weten we dat ze gewoonlijk twee hoorns hebben. Heb je ooit in je leven een driehoornige koe gezien? Dit beeld van een bizar uitziende koe met drie hoorns verscheen enige tijd geleden op het internet. Het filmpje werd vermoedelijk gemaakt op een boerderij in Oeganda en is inmiddels al meer dan 3,5 miljoen keer bekeken. De meeste kijkers dachten aanvankelijk dat het een gemanipuleerd beeld was. Aan het begin van het filmpje lijkt het dier op een gewone koe van hetzelfde ras dat we net hebben gehad, de Ankole Watusi. Maar als het dier beweegt, wordt het duidelijk zichtbaar dat het dier niet twee, maar drie hoorns heeft. De koe heeft twee normale hoorns aan weerszijden van de kop en lijken de gemiddelde grootte en dikte te hebben zoals die te zien zijn bij runderen van dit ras. Maar wat dus opvalt aan deze koe is de hoorn in het midden van het voorhoofd. De kop van het dier lijkt naar één kant te hangen. Vermoedelijk zijn de drie hoorns net iets te zwaar. Hoewel er al eerder beelden zijn verschenen van driehoornige koeien op het internet, is deze koe extra bijzonder vanwege het enorme formaat van zijn hoorns. 1. Texas Longhorn Poncho.
Toen ik de foto van dit rund voor het eerst zag, wilde ik haast niet geloven dat het dier werkelijk bestaat. Die hoorns zijn vreselijk lang en lijken bijna nep. Tot mijn verbazing kwam ik echter te weten dat dit een echt dier is met echte lange hoorns. Dit is Poncho, een 7 jaar oude Texas Longhorn stier die net als Lurch op nummer 3 een wereldrecord heeft weten neer te zetten dankzij zijn gigantische hoorns. Gemeten van punt naar punt hebben de hoorns van Poncho een lengte van 3,24 meter. Dit is uitzonderlijk lang aangezien de gemiddelde hoornlengte van dit ras rond de 2,5 meter ligt. Poncho woont op een boerderij in Goodwater, Alabama, net buiten het metrogebied van Birmingham in de VS. De familie Pope bezit Poncho sinds hij slechts 6 maanden oud was. Pas toen hij 4 was, begonnen de hoorns van de stier echt te groeien. Ze groeiden niet naar boven zoals dat normaal het geval is bij dit ras, maar juist naar buiten. Hierdoor hebben zijn hoorns de buitengewone lengte kunnen bereiken. Poncho ziet er misschien dreigend en gevaarlijk uit met die puntige lange hoorns, maar in feite is hij een grote lieverd en wordt hij beschouwd als het huisdier van de familie. Welke van deze grote hoorns in de wereld vond je echt indrukwekkend? Laat het maar weten in de comments. Voor een gloednieuwe video kom je morgen gewoon terug naar het Top 10 kanaal. Bedankt voor het kijken en tot dan!